ga heel even kijken wat het nou met die trekker aan de hand is. Ho, 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 ho. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Jezus. Vrienden en fans, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Constructie Simulator 22. We hebben de Airfield DLC helemaal afgemaakt. Als je dat niet hebt gezien, ga dan even terugkijken, want hij was hartstikke leuk. En dan gaan we gewoon lekker op zoek naar een nieuwe klus. Vergeet niet de video te liken als je hem leuk vindt of te abonneren als je nieuw bent. En daar gaan we. Veel kijkplezier. Daar zijn we weer in onze klussenmap. En ik heb wat heel erg leuks gevonden. Ik heb namelijk een lanceerplaats voor ballonnen gevonden. Hoe grappig is dat? Dat gaan we doen. Ik ga hem accepteren. En dan moeten we heel veel landscaping doen. Egaliseren, topgraag afvragen, grind verdichten, fundering uitgraven. Een hoop graven, geïsoleerde fundering. We moeten wat vervoeren en dan krijgen we de evaluatie. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go. Goed, onze bouwplaats voor vandaag. Nou, het is niet super groot of zo. Maar ik denk wel dat we diep moeten gaan graven. Ik ben benieuwd. We gaan eens eventjes wat erbij pakken. Ik zit weer in onze mooie kleine bulldozer. En we gaan eens even kijken of we dit hier mee kunnen doen. Het werd wel aangeraden. Dus ik ben benieuwd. We gaan zakken. En dan gaan we maar eens eventjes zien. Nou. Nou. Het gaat niet echt heel soepel, jongens. Dit gaat niet heel erg soepel. Ik bedoel... Oké, wacht even. Dit gaat hem niet worden. Deze is gewoon niet powerful genoeg. Nee, dit gaat niet werken. Dit gaat niet. Zo, ga het maar eens eventjes met deze jongen proberen. Ik denk dat dit wel een heel stuk beter gaat. Gaan we nu achterkomen. Kom op. Power. Nou, dit gaat ook niet... Oh, jongens. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ja, het is... Hè? Er zitten een soort van heuvels in. Zie je dat? Het is heel moeilijk om, zeg maar... er doorheen te komen. Als we nou naar achter rijden... hebben we ook niet genoeg ruimte voor eigenlijk. En het dan op deze manier proberen... We rijden er gewoon doorheen. Wat is dat voor iets raars? Er staat letterlijk dat ik een bulldozer moet gebruiken. Nou, ik moet niks, maar... Het is wel raar dat ze dat dan neerzetten, maar dat het eigenlijk helemaal niet goed werkt. Dat is vreemd. Oké. Power! Maximum power! Nou, deze die gaat ook niet echt... Jongens. Dit schiet ook echt totaal niet op. 10%, 11, 12, 14, 15. Wat gebeurt er ineens? Nou ja, ik heb nog nooit zo'n raar terrein gezien om te doen. Ofwel, hebben we dat al eerder gehad? Nee, volgens mij niet. Heel erg vreemd. Ketan, er is gewoon niet doorheen te komen. Ja, ik denk dat we gewoon een kwart kunnen doen met de boerdoos. En dan moeten we de graafmachine erbij pakken, want... Ketan, hij gaat zelfs met zijn rupspanden, is hij aan het slippen. Joh, dit is toch gekke werk? Ja, dit is echt heel raar. Ketan, kijk hoe raar die doet. 28. Kom op. Ja, want we moeten natuurlijk dit egaliseren, dus we moeten die bulten... Ja, die moeten gewoon vlak worden. Dat is de bedoeling natuurlijk van egaliseren. Maar ja, het is een beetje... Het gaat nou niet echt bepaald soepel, moet ik zeggen. Maar goed. Ga maar gewoon door. En dan hopen dat het toch nog gaat lukken een keer. Oké, we zitten officieel op de helft. Maar het gaat nog steeds niet... het gaat niet makkelijk, jongens. Het is echt... het is echt doorbikkelen, dit. Ja, misschien dat we 60 gaan. Ja, zoiets. Heel vreemd dit. Nou goed, het zal wel. We gaan het gewoon afmaken. Het komt allemaal goed. Het komt goed. Oké. Het is gedaan. De bouwplaats leegmaken. We gaan er afrijden. En dan gaan we kijken wat we daarna moeten doen. Het heeft alles te maken met dit natuurlijk. Oh, 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 oh. Pas op. Pas op. Wat hebben we over? Toplaag afgraven. Nou, dan kunnen we weer.
Dan kunnen we... Nou... Ja, we gaan weer. Wat gebeurt er allemaal, joh? Wat is dat nou iets raars? Nou, dit gaat wel. Dit gaat niet heel lang duren. Is wel geinig, we hebben de luchtballon nog nooit gehad. Dat is wel leuk. Is dat nieuw in het spel of zo? Of komt dat omdat we een campagne hebben afgemaakt? Dat was dat. Om een keer het gebied leegmaken. En wat krijgen we nu? Begint afleveren en verspreiden. Oké, nou goed. Dan gaan we ons een mooie kiepwagen erbij pakken. En dan gaan we dat eens eventjes doen. Ik heb hem al eens achteruit. En we gaan kiepen. Yes, daar gaat hij. Ons eerste beetje grind. Ja, dat mag daar. Krijgen we hier ook een beetje. Voor dit stuk. En dan hoop ik dat we een heel stuk kunnen doen. Ja. Nou, betwijfel het, maar we gaan het wel proberen. Gaan we nu in de bulldozer. Motor aan. En we gaan verspreiden. Daar gaat hij, althans. Dat zeg ik wel, maar... Ja, kom op. Baba! Ja, we zitten op de helft. Dat is mooi. Even draaien, 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 draaien. Perfect. En we gaan nog even verspreiden hier. Nou, dat heeft echt totaal geen nut. Dan doen we het andere stuk al even. Juist. Zo ja. En dan doen we dit stuk al. Kom op, even bijdraaien. Dan pakken we even wat extra... Ja. Ja, net niet. Net niet. Nou goed, dan gaan we nog eventjes in de kiepwagen. En dan gooien we er nog even wat bij, want blijkbaar is dat nodig. En dan verkopen we natuurlijk weer wat we over hebben. Ja, een beetje erbij. En dan achterin nog wat. Ja, even achteruit. Hier zo. 84%. Ja, dit moet wel gaan lukken op deze manier. Joh, we zijn bijna aan het schrijven op de weg. Wat is dat, joh? Geinig. Wat is er aan de hand? Oh, ik zit er al in natuurlijk. Nee, ik moet hierin. Juist. Ja, draaien. En daar gaan we weer. Kom op, 6, 7, 8. Ik denk dat als we nu achteruit rijden dat het klaar is. Ja, het is klaar. Gebakje het gebied leegmaken. Nou, rijden deze eraf. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we... Grind verdichten. Oké, we gaan eventjes een mooie grondverdichter erbij pakken. Ik heb eventjes onze Wacker Nation erbij gehaald. En dan gaan we maar eens even kijken of dit wil lukken. Want dit is natuurlijk niet een heel groot stuk. En dit is wel een heel klein grondverdichtertje, maar dat is leuk voor dit soort dingen. Een keertje weer wat anders pakken. Blijft een leuk apparaatje. Ja, we gaan hem aanzetten. We staan erop. En dan gaan we dit stukje eens eventjes verdichten. Het is 6:30 trouwens, het wordt zo meteen weer donker. Maar ik denk dat ik gewoon naar het daglicht ga. Ik weet het niet. Ik ga even kijken wat ik doe. Ja. Het gaat zo. Gaan we even naar achteruit. Het gaat toch wat sneller als dat ik een bocht ga maken. Want ik denk dat die mensen de volgende dag al met een luchtballon weg willen. Dus dat moeten we even aanmaken nu. Nou, ik denk niet dat we dat gaan redden voor morgenochtend. Maar goed, we zien het wel. 75%, nog een kwart. Ja, dat gaan we net niet redden. Net niet. Het zal wel. Ja, zeikje. Moeten we nog even dat stukje doen daar. En dan hebben we het gewoon geklaard. En dan kunnen we eraf rijden. Ja, dankjewel.
Hey, we moeten een pallet met betonnen elementen, betonstouwraster. En dan moeten we de fundering uit gaan graven. Dat is niet een heel groot stukje, of wel? Nee, dat is niet een heel groot stuk. Oké, goed. Gaan we deze er eventjes afrijden. Dan gaan we de zooi bestellen. En dan gaan we graven. Zo, daar ben ik. Een nieuwe dag. Ik heb even geskipt naar het daglicht. We gaan werken met de katgraaflaadmachine en de JCB kiepwagentje. Het is een hele kleine, maar het is een perfecte, hoe heet dat? Perfecte kans voor dit apparaatje. Dus we gaan instappen. Dan gaan we eens even wat graven. Even kijken of dat wil. Ja, dat gaat makkelijk. Dat gaat makkelijk. Oh. Uh-oh, heb ik hem te ver weggezet? Nou, dat ja, had wel wat dichterbij gekund. Hij had zeker wat dichterbij gekund. Ook alweer een hele tijd niet. Ja, dit werkt niet. We moeten hem eventjes heel ietsjes. Ja, zo. Ik denk dat dit al helpt. Als ik hem zo neerzet. Het wordt natuurlijk wel een beetje krap op deze manier, maar goed. Ja. De camera ietsjes. Kijk, het valt het. Het valt het. Het is natuurlijk ook een hele kleine kiepwagen. Maar goed, dat geeft niet. Kijk, het komt er wel in. We gaan eventjes verkopen. Tanken. Leeg. Dat is 2100. Dat is toch lekker meegenomen. 40%. Kijk, nu valt het er mooi in. We gaan heel eventjes wat dichterbij graven nu. Want dat stuk moeten we ook doen. En dan zitten we alweer op de helft. Ja, hartstikke fijn. En dan gaan we gelijk door met het andere stuk. Ja, komt u maar. Gaat het lukken? Ja, dat gaat lukken. Alleen ik denk dat we nu wel weer moeten gaan verkopen. Het gaat natuurlijk best wel snel met zo'n klein dingetje. Ja, ongeveer ja, 2500 per kiepwagen ongeveer. Nou, is toch lekker. Voor dat beetje zand. Oh, even oppassen dat ik hem niet, niet te veel beschadig. Even hier vooraan. Ja, mooi. Hoppatee. Hier zo nog een stukje. En dan moeten we nog 15%. Waar gaan we dat vandaan halen? Nou, sowieso daar. Moeten we weer gaan verkopen. En dan denk ik dat we nog hier vooraan moeten graven. Ja, mag wel iets dieper, iets dieper. 98, kom op. 2%. Kom op. Ja, dit is hem. Dit moet hem zijn. Ja, dat is hem. Mooi. Oké, we hebben er eentje gedaan. We gaan eventjes de rijstand doen. En dan gaan we naar de volgende. We moeten namelijk 2 doen. Dus. De graaflaadmachine die komt dan hier, denk ik. Nou, iets verder weg. Ja, daar. Perfect. Daar gaat hij. Gaan we zo'n mooie kiepwagentje gaan we eventjes ernaast zetten. Oh, 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 oh. Dat is niet slim. Dat was niet slim om te doen. Ja, we zitten vast. We zitten vast, mensen. Maar niet voor lang. Daar komt hij. Ja, full power. Hallo? Kom op. Ik rij echt vol achteruit. Kijk, maar het gaat gewoon niet. Ik zit echt vast. Als ik nou dat zand verkoop, gaat hij dan wel eruit? Is hij dan lichter? Kom op, ga eruit. Nou, laat maar, ik reset hem wel. Nou. Ik ga hem er even bij zetten. Oppassen dat ik niet weer dat gat inrijd, dat zou zonde zijn. Ja, doe maar daar. Dit moet wel gaan lukken zo. Nou, dat... Nee, dat lukt niet.
Ja, het is altijd een beetje kloten met die kiepwagens. Of je het goed hebt neergezet of niet. Maar we hebben nog een functie erop zitten dat we hem kunnen draaien, geloof ik. Wat ik me kan herinneren. Kijk. Juist, dat bedoel ik. Dat kan ook nog. Nou, dan gaan we het weer proberen. Nou, dat moet wel lukken. Oké, daar gaan we. We gaan weer lekker graven. Oh, dan moeten we ook even oppassen dat ik mijn cabine heel houd van de kiepwagen. Zou zonde zijn. Ja, komt ie maar. En dan hebben we alweer bijna een kwart gedaan. Ja, hij gaat... Ja... Ik zit even te denken, kan ik er nog eentje bij gooien? Misschien wel. Ja, nu moet ik echt gaan verkopen, want anders dan komt dat niet goed. 2100. Ja. Gaat hij even die rand doen? Ik had hem zo net helemaal naar beneden, die kiepwagen. Dat is niet de bedoeling. Daarom viel het er ook uit. Nou, nu ook, maar... Vier ze dichtbij. Ja, dankjewel. Juist. We zitten op de helft. Maar nog niet van de algehele bouw. Nog langer niet. Ik zit trouwens even te denken hoe we dat andere gaan verplaatsen zometeen. Want we moeten natuurlijk zometeen die betonstaalrassen verplaatsen. En de pallet met betonnen elementen. Nou, ik denk dat het tijd is om weer wat te verkopen. Ja. En dan gaan we eventjes hier vooraan. Als dat wil, want ik zit natuurlijk met die kiepwagen heel dichterbij. Het zou nogal eens een probleem kunnen worden, maar ik hoop het niet. Ja, 80 precies. In het echt had ik die kiepwagen helemaal naar de piep geholpen. Die baas van mij was niet blij met mij geweest. 83%. Kijk hoor. Ja, we moeten eigenlijk hier vooraan ook nog wat doen, hè. Maar ik denk dat ik hier ook nog wat kan pakken, juist. Ja, kom op. Nou, wel leuk om te doen. Dat hebben we ook al een tijdje niet meer gedaan, dit. Met kiepwagen al. Zo grappig. Maar ja, ik ben ook niet zo heel erg veel van het graven, heel eerlijk gezegd. Maar ik vind dit wel tof. Als het niet te veel is, dan vind ik het ook helemaal niet erg om te doen. Maar sommige klussen is het zoveel. Dan denk ik van, oh, daar heb ik gewoon geen zin in. Dat doe ik niet. Maar dit is wel leuk. 91% en dit is natuurlijk het laatste stukje wat ik moet doen. Dat zit natuurlijk onder die kiepwagen. Of het is hier. Ik hoop dat het daar is. Oh, tuurlijk. We gaan eventjes weer verkopen. En dan ga ik die rand doen. Heel dicht bij mijn graaflaapmachine. 97. En dan het laatste stuk. Yes, dat is hem. Kom op. Oké, mooi. We gaan het verkopen. Dan ga ik proberen... om weg te komen van... de graaflaapmachine. Juist. Hartstikke fijn. We gaan dat eventjes eraf rijden. Want we hebben hem even niet meer nodig. Zet alles mooi op een rij hier neer. Jij mag resetten. Rijstand. En dan denk ik dat ik... wat ga ik daarvoor gebruiken? Ja, ik denk dat ik de dieplader daarvoor ga gebruiken met kraan.
Omdat het ook niet echt heel ver hoeft. Dus ja, ik denk dat dat wel een goede keuze is om te doen. Nou, dan gaan we deze eens eventjes op de goede plek neerzetten. Gaan we dat redden als we dat hier centraal neerzetten? Oh, dat wordt ook weer... Oh, ik vertrouw het niet. Ik ga hem dichterbij neerzetten. Dat zul je ook weer zien, hè? Dat ik het dan weer net niet red. Moeten we oppassen ook met die gaten. Want anders kan ik hem weer niet normaal neerzetten. Krijgen we dat? Oh, tuurlijk. Oké. Zo moet het wel kunnen, denk ik. Ja, dat moet kunnen, toch? Maar ja, nou wordt het even spannend of we die... betonnen elementen kunnen pakken vanaf hier. Dat is natuurlijk wel een eindje verderop. Ik denk dat dat net... Nou, heb dat even goed uitgerekend of niet? Het was dus een goede beslissing om hem wat dichterbij te zetten. Nou, jij mag. Even kijken. Ja, daarheen. En dan krijgen we het, hoe heet dat? Betonstaal raster. Krijgen we er dan naast en dan gaan we storten. Althans, dat lijkt me wel. Als we een betonstaalraster gaan neerzetten, dan hebben we meestal storten daarna. Rijstand. Of ja, we gaan het eerst uitpakken, zie ik. Nou, dat kan ook. We gaan het eens eventjes neerplanten. Oké. Dit kan hier. Dan gaan we erheen rennen. Dan gaan we kijken wat het wordt. Eens even kijken. Laat het maar zien. Dat dacht ik al. Geïsoleerde fundering storten. Nou, dat ga ik doen met de betonmixerpomp. Dat is veel makkelijker en het is ook zo gedaan, denk ik. Ik weet niet hoe diep het is. Ja, dat valt mee. Gaat lukken. Zo, we gaan deze ook even op zijn plekje zetten. Dan zet ik hem hier neer. Gewoon lekker centraal. Andere stand. Ik zet hem aan. En dan gaan we beginnen met het storten van de geïsoleerde fundering. Nou, ik ben benieuwd hoeveel daar uiteindelijk heen gaat. Misschien is het meer dan ik denk. Daar gaat hij. Oh, het valt mee. Dat valt reuze mee. Maar we moeten wel die hoekjes weer doen, zie ik. Ja, we moeten wel... Oké, dat is één. Niet inklappen, niet inklappen. Juist. En dan zitten we op 30%. Dus dat gaat aardig. Ik ben wel benieuwd of het ook functioneel is aan het einde. Dat we hem ook echt de lucht in zien gaan. Dat zou wel tof zijn om te zien. Ja, dat was nummer 2. En dan hebben we dat ook gedaan. De bouwplaats leegmaken. Nou... Ja, dan hebben we toch alweer wat apparaatjes staan, hè? 137.000 erbij. Ballononderdelen afleveren. Ballonomhulsel, ballonmand. Oh ja. Waar gaan we dat in de godsnaam vandaan halen? Nou, ik zie het al. Heel eind verderop. Ik dacht van, aangezien we 6 miljoen op de bank hebben staan, waarom kopen we niet gewoon een nieuwe trekker? Fucking mooi. Nieuwe man gekocht. Ziet er mooi uit. Mooi dingetje. Die gaan we koppelen. Met onze grootste oplegger die we hebben. En dan gaan we onze spulletjes eens eventjes ophalen. Want dat hebben we nodig, anders kunnen we niet verder. Kijk, dit is de binnenkant van de vrachtwagen. Dat is een mooi ding. Even een ruime bocht nemen. We hebben natuurlijk een enorme, hoe heet dat, oplegger. En hier liggen onze spulletjes al. Nou ja, spulletjes, spullen. En die moeten we gaan laden. Maar dat kan ik natuurlijk niet met de trekker doen. Dat gaat niet. Gaan we dit redden met een dieplader? Vraag ik me nu af. Gaan we dat redden? Kan die dat tillen? Dat is best wel zwaar dit. Maar ik ga het toch proberen. Oké. We gaan hem neerzetten. Ik ga dat hier doen. Veranderen stand. En dan gaan we... Kan dat? Ja, het kan wel. Maar... ik weet niet of dat in het echt ook zou kunnen hoor, maar... Lijkt me wel heel zwaar, zo'n ding. Want hoe langer zo'n... Hoe heet dat? Hoe langer dat wordt, die kraan... Hoe meer die de kans heeft natuurlijk om te vallen. Oké, we gaan deze achterin zetten.
Maakt eigenlijk geen reet uit waar we hem neerzetten, want we hebben zo'n grote oplegger. We kunnen dat allemaal kwijt. Mooi, dat is dat. En dan krijgen we dat ook nog. De ballonomhulsel. Yes. Met bijbehorende gasflessen natuurlijk, anders kun je helemaal niks. Ja, dat staat ook. Dan gaan we in onze mooie trekker. En dan gaan we naar onze bouwplaats toe. Ik kom aan op bestemming en er is iets gebeurd met de oplegger en de vrachtwagen. Ik heb geen idee wat er is gebeurd, maar het asfalt is veranderd in zand of zo. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Wat is er met het spel aan de hand? Andere stand? Ja, ik haal het er gewoon af. Volgens mij kan dat gewoon. Yes, we gaan laden. Ja, uitkloppen. Ik hoop dat dit gaat. Oh god, kan dat niet? Oh, gelukkig. Het kan er gewoon af. Ja, dankjewel. En dan... ja... krijgen we deze. En die komt dan daar. De ballonmand. Kijk, hoppatee. 6000 eurotjes. Hoppa. Rijstand. Gaan we hem even afrijden. En dan even kijken waar we dan weer mee overblijven. Nou, het vliegtuig gaat het goed in ieder geval. Dus lekker druk op het vliegveld. En dan hebben we het geklaard, geloof ik. Alleen, ik ga heel even kijken wat het nou met die trekker aan de hand is. Ho, 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 ho! Wat gebeurt hier? Wat is dit? Jezus! Wat is dit nou voor gekkigheid, joh? Nou, dit is niet normaal hoor, jongens. Dit is abnormaal. Oké, okay, laten we gewoon vergeten wat er net is gebeurd. En we gaan gewoon eventjes praten met de voorman. Yo, dat is wel belachelijk. Wat is dit voor iets raars? Oh, we moeten de bouwplaats leegmaken. Oké, okay, nou goed. Ik denk dat ik het anders ga doen. Ik doe het wel zo. Stalling. De handeling is momenteel niet mogelijk. Er bevindt zich nog een voertuig in het laadgebied. Wacht eventjes. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, dit gaat ook weg. Laten we dan als laatste die oplegger doen. Het spel is geglitcht of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het is wel vreemd. Waarom dit... ga je me nou vertellen dat ik dat niet af kan halen? Oh, godzijdank. Oké, okay, daar zijn we. Hij is klaar, jongens. De ballon is in bedrijf. En we kunnen lekker gaan vliegen. Gaat hij ook daadwerkelijk omhoog of niet? Mensen? U mag gaan hoor. U heeft toestemming. U mag vertrekken. Oh, hij is aan het knallen met het gas, maar er gebeurt niks. Ja, dat kan natuurlijk ook. Misschien is het gewoon een soort simulatie of zo. Even proberen hoe het voelt om in zo'n man te zitten. Alles kan. Lieve volgers, wat een einde. Wat een einde. Maar het was wel leuk, want we hebben weer wat gedaan wat we nog nooit hebben gedaan. Dat is wel echt heel erg tof. Vond je de video leuk? Vergeet het niet te liken of te abonneren als je nieuw bent. En dan hoop ik je te zien bij een volgende aflevering. Tot dan. Doei!